Welkom bij de gesprekkenreeks van Born in Beeld hier in het wijkcentrum De Letterbak. Wij hebben tegenover ons zitten aan tafel, en ik moet goed doen, Christa Kevelham. En zij runt een café in de Stationstraat. Recent, mag ik begrijpen uit het krantartikel wat ik erover gelezen heb. Ja. En hoe komt een jonge dame om een café te gaan runnen? Ja. Daar heb je zin in. Ja, daar moet je zin in hebben. Ja, kijk, ik kom wel uit de horeca. Ja, want je hebt bij Van der Valk gewerkt. Ja, ik heb daar 70 jaar lang ongeveer gewerkt. En van alles gedaan. Gewoon altijd in de bediening, dat wel. En de middagdiensten, de sluitdiensten, ook de ontbijtdiensten. En en dat beviel me goed. Maar toen ben ik toch de horeca uitgegaan. Omdat mijn man die vond het toch altijd, je bent altijd de weekenden aan het werk. Mm-hmm. De feestdagen aan het werk, dus dan ben je weinig thuis. Mm. Dus toch de horeca uitgegaan, voor hem eigenlijk. En toen ben ik bij hem in de zaak gekomen. Hij heeft een zaak in Duitsland met keramische tegels. En hij maakt granieten trappen op maat, vensterbanken. En dan deed ik daar de binnenverkoop en een beetje de administratie. En, maar daar kon ik toch niet mijn ei kwijt. Het was niet echt mijn ding. En mijn man die zat elke vrijdagavond al in het café. Dat heette toen die tijd Mimot. Mm-hmm. En ik had al zo vaak gevraagd. Chris, ga nou een keer mee. En het is leuk en gezellig. Maar ja, gewoon hier in Bonne. En het is toch iets, het is niet echt mijn stijl van café. Mm-hmm. Niet mijn slagvolk. En daar heb ik elke keer gezegd, nee, ik ga maar mooi alleen. Ik heb geen zin om mee te gaan. Nou, en nou heel vaak zeuren, toen ben ik toch een keer meegegaan. En heel veel leuke en gezellige mensen ontmoet. Dus er was, ja, eigenlijk wel. En gewoon elke vrijdag werd het gewoon eigenlijk samen ons vaste avond dat we naar het café in gingen daar. Maar die man die hield me op met het café. En toen zei hij tegen mij van, god, is dat niet wat voor jou? Ik zei, nou, is dat niet wat voor mij? Ik zei, nou, ik ben wel de horeca uitgegaan. Ik zeg, om toch meer vrijheid te hebben en in ieder geval de weekenden thuis te zijn. En toen zei mijn man ook van, god, ja, dat is toch wel een uitdaging. En in een leuk en nieuw iets, doe dat dan gewoon. Ik denk, ja, nou, ik vind het wel heel leuk, maar het moet wel thuis ook kunnen dat je het wel gewoon de relatie goed blijft. Want als ik dan weer de horeca ga, je bent wel vaak weekenden weg. Mm-hmm. Veel thuis over gehad, gediscussieerd erover. Ja, en toch maar gedaan. Dus en zomaar in het café. Het gaat goed tot nu toe, je hebt er zin in. Ja, ik vind het nog steeds heel leuk. Dingen, mensen. Ja, elk weekend komen weer andere gezichten, nieuwe mensen. En dat maakt het ook gewoon heel leuk en heel gezellig. Ja. Ja, oude klasgenootjes van vroeger. En die kom je na jaren kom je die weer tegen. Ja. Ja, en dat maakt het gewoon heel leuk. Ja. Ja, heel gezellig. Ja. Ja. En nou moest je de zaak anders aanpakken of wat anders doen, naar jouw hand zetten? En ja, je wilt het natuurlijk sowieso wat eigen maken. En, maar toen kwam, dus was natuurlijk het biljarttoernooi begon weer. Mm-hmm. Dus we moesten eerst al beginnen met nieuw biljartlaken erop. Maar daar zaten vlekken in, dus dat moest al eerst versneld opnieuw. Ik denk, daar heb ik nog geen cent verdiend. Dus dat moest, er moesten nieuwe ruiten moesten erin, want die zaten, waren gewoon lek. Dus heel grijs en je keek een beetje smoeselig in. Nieuwe ruiten ingezet, een hele nieuwe bar hebben we erin gezet. Nieuwe stoelen en tafels. En we zijn nog steeds bezig. Mm-hmm. Nieuwe, de oude behang eraf. Allemaal een beetje eigen maken, wat frisser. En zo blijven we elke keer bezig. Het werkt? Ja, ik krijg heel veel positieve reacties allemaal. Mm. En we gaan in ieder geval de goede kant op. Mm. Maar je moet blijven investeren. Ja. Je moet, want je wil mensen het gevoel geven van gezelligheid. Ja. En je wil wel het bruine café, dat wil je wel behouden. Ja. Dus wel die warmte. Flinke maar warmte. Je wil het wel gewoon fris houden. Schoon en fris. En, en wel meer mijn stijl, zeg maar, een beetje die draai geven. Mm-hmm. Ja. Mm. Is ook de muziekstijl, de muziek die je daar produceert? Nou, die muziekstijl die pas ik eigenlijk meer aan de gasten wat er komen. Ik heb wel een muziekcomputer en die kan ik ook bijdraaien, zeg maar, naar de bar toe, zeg maar, naar de gasten. Dus die kunnen zelf hun eigen muziek aanvragen en instellen. Dat ze ook hun eigen liedjes, wat hun leuk vinden, zelf af kunnen draaien. Mm. Dus dat kunnen hun zelf ook bepalen. Je hebt wel een vaste playlist er is daar. Mm. Van heel veel liedjes wat, zeg maar, van deze tijd is. En ook van vroeger. Mm. Oude nummers moet je er ook tussendoor draaien. Mm. Veel Nederlandstalig, moet ik eerlijk zeggen. Mm.
Maar gewoon, ja, gewoon gezellig. Is de isolatie wel goed van het pand? Nou, van de buren niet klaar? Nou, door de nieuwe ruiten is het wel beter geworden. Maar het pand is natuurlijk wel ouder. Het is allemaal enkel muurs. Dus ja, je probeert natuurlijk wel een beetje rekening te houden met de buren. Want in het verleden is er wel vaak overlast geweest. Ja, en daar wil ik wel rekening mee houden. Ja. In ieder geval niet. Ja, het bestaat natuurlijk al jarenlang een café daar. En die mensen zijn pas veel later, die huizen zijn veel later aan de overkant gekomen dan het café. Maar ja, dan nog, je houdt natuurlijk wel rekening met de buren. Ja. Dat je geen overlast bezorgt, want dan brengt je ook geen goede naam. Maar zo'n biljartavondje, oké, dat is allemaal heel serieuze rui die allemaal willen scoren. En die gaan zitten kijken van wat de concurrentie doet. Ja. Dus die zullen niet extreem veel herrie maken. Maar, nee, maar stel, door de week is het vrij rustig. Maar als er nou eens iemand is die zegt van, joh, ik ben volgende week word ik 50. Ja. En dan wil ik even een leuk feestje hebben. Dat kan bij jou. Maar ja, dat gaat meestal wel een beetje meer herrie geven. Dat geeft wel meer herrie, maar dan zijn toch vaak de feestjes worden toch vaak in het weekend gehouden. Een paar weken geleden had ik nog een feestje, was rond de 50 man. Met de jongen werd 25. Op een vrijdagavond heeft hij mijn café afgehuurd. En dan is het wel afgesloten, zeg maar, voor andere mensen. Dan is het gewoon besloten feest voor die groep. Mm. En er kunnen maximaal 60 man kan erin. Dan laten wij het biljart kunnen wij ook via een lift laten zakken in de grond. En dan komen de houten vloeren overheen. Dus dan is het biljart helemaal weg. Dus dan heb je ook meer ruimte. Dus dat is wel ideaal. Dus ja, en dan kan er maximaal 60 man in. Zo. Ja. Dus dat is wel ideaal voor dat soort feestjes. Was dat al zo? Ja, was al zo. Dat is eigenlijk al jaren eigenlijk zo dat het biljart al in de grond kan. Ja. Is het nou een knusse kroeg geworden? Nee, ja, het is wel een knusse kroeg, maar niet de naam. Nee. Oh nee. Nee, het is het heet nu het Borns Café. Ja. Dus want ik wou toch iets met Borne. Vroeger had natuurlijk Borne heel veel cafés. Ja. En nu hebben we er nog maar twee echte cafés. Ja, ja. Je hebt alleen de Klos nog en mijn café, het Borns Café. En het Sterretje natuurlijk. Ja, het Sterretje nog wel, maar ja, weet je wat het is? Dat is natuurlijk wel niet echt een café, een uitgangscafé, zeg maar. Dat is echt meer, meer een buurtcafé, voor mijn gevoel. Ja. Ja, en het Steegje is ook wel een café, maar die heeft toch meer de overstap genomen om toch meer gericht te zijn op het eten. Ja. Ja, dus klopt. Ja, en de echte cafés, ja, dat wordt steeds minder. Mm-hmm. Wat wel heel jammer is. Ja. Ben je op zoek naar een bepaald publiek? Dat je zegt van nou, ik wil of een bepaalde leeftijdscategorie zoveel mogelijk erin hebben? Nee, niet echt. Weet je wat het is? Er komt bij mij jonge lui, jong, oud, van alles komt er eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Wij sponsoren wel een BZSV, sponsoren wij een voetbalteam. Dus die jongens komen er. Ja, dat is van 20 tot 30 jaar. Maar er komen ook van 50 of 60 of 70 jaar komen allemaal bij mij. Mm-hmm. Dus dat is gewoon heel breed. Mm-hmm. En ik ben niet echt gericht op een doelgroep. Beslis niet. Want ik wil wel een aanwinst zijn, zeg maar, voor Borne. Mm. En niet gericht op jeugd, maar wel voor iedereen. Iedereen is gewoon welkom. Ja. Organiseer je ook zelf dingen, zoals bijvoorbeeld een pubquiz, dat soort zaken? Of een darttoernooi? Nog niet. Wij willen dat wel gaan doen. Wij willen wel in de toekomst toch wel bepaalde quizzen gaan organiseren. Of gewoon een Hollandse avond gaan organiseren. Dat je gewoon een keer een andere avond hebt dan een normale avond. Ah oh ja. Dus, maar je hebt tegenwoordig ook zoveel biersoorten en toestanden. Ja, dat ook. En daar is natuurlijk ook vraag naar dan? Of? Nou, dat heb ik bij mij niet. Kijk, ik schenk één soort bier en moeten ze het maar mee doen. En, één merk bedoel je? Ja, één merk schenk ik gewoon. Ja, weet je, ik heb natuurlijk ook wel alcoholvrij. Maar het is hoofdzakelijk bier. Ja, ja, en mixjes worden daar gedronken. Maar het is niet zo zeer dat ik echt speciale bieren. Kijk, die tapinstallatie heb ik natuurlijk ook niet. Mm. En want hij heeft natuurlijk meer verschillende soorten tappen hij daarvoor nodig. En dat heb ik niet. En er is ook één keer in die tijd dat ik het nou doe, is daarna gevraagd of ik een ander soort speciaal bier heb. Mm. Maar voor de rest eigenlijk nooit. Was je verplicht ook om dat biermerk over te nemen? Nee, zeker niet. Daar was ik gewoon helemaal vrij in. Ik zit ook niet vast aan een bepaalde merk. Daar heb ik gewoon zelf voor gekozen. Dus ik heb alle vrijheid daarin. Hoe zie je de toekomst? Zit er genoeg ruimte in om daar een loon aan over te houden? Dat hoop ik wel. Laat me het hopen. Okay, weet je, het is omdat je natuurlijk vanaf nul begint. En je probeert natuurlijk iets op te bouwen. Maar je wil het natuurlijk wel eerst eigen maken. Je wil het gezellig maken. Je wil dingen nieuw aanpakken.
We hebben net afgelopen weekend, vroeger was dat een toilet. En er was al jaren, werd dat niet gebruikt. Dus we hebben afgelopen weekend hebben we de toilet eruit gesloopt. Het wordt nu opnieuw betegeld. Daar maak ik zeg maar mijn voorraadhok van. Zodat ik daar alle drank heb staan. En dan willen we zeg maar van de bewoners die erachter wonen. Gaat een gedeelte van hun bergruimte gaat er vanaf. Daar ga ik mijn keuken creëren. Oh, ja. Zodat ik ook een keer warme hapjes kan, kan weggeven of wat dan ook. Ik maak nu elk weekend wel koude hapjes. Dat doe ik altijd wel, elke vrijdag en zaterdag. Ja. Dat doe ik gewoon vanuit mij naar de gasten toe. Maar je wil ook een keer wat warms. Ja, en ik heb geen keuken nu. Mm-hmm. Daarvoor is de ruimte nog gewoon te klein. Mm. Dus ja, dat zijn allemaal plannen die ik heb in de toekomst. Ja, en dan moet het toch wel langzamerhand wat beter gaan. En het is het eerst investeren voordat we zeg maar zelf geld kunnen gaan verdienen. Die kun je nog niet bestellen bij je? Nee, nog niks warms. Nee, helaas. Nee, dat zijn allemaal nog wel plannen wat we willen. Maar ja, dat heeft even tijd nodig. Maar je bent wel tevreden met het aantal mensen wat ondertussen langskomt en positief reageert en het zeker gezellig vindt. Ja. Ook heel veel gasten wat voorheen er ook altijd waren, die komen nog steeds, moet ik eerlijk zeggen. Ja, hartstikke goed. Heel leuk, heel gezellig. Ja, want daar zat ik zelf elke vrijdag natuurlijk ook tussen. Mm. Dus, en die komen nog steeds. En het is gewoon hartstikke leuk en heel gezellig. Ja. De klanten die willen roken, waar blijven die? Buiten. Buiten, op de straat? Ja, of voor. Maar ik heb natuurlijk ook een achteringang. Ja. Ja, dan gaan ze via het halletje staan, ze gewoon in de gangetje staan ze buiten te roken. Mm. Mis je geen terras? Ja, wel in de zomer. Ja. Maar je kunt geen terras creëren, want je zit gewoon direct aan de stoep, aan straat. Mm. Ja. Dus en ik heb in de zomer heb ik natuurlijk wel een tafel zet ik buiten neer met de asbak. Dus dan kunnen ze buiten natuurlijk wel een sigaretje roken. Mm-hmm. Maar je kunt daar geen zitje maken. Dus dat is op zich wel jammer dat je dat niet hebt. Ja. Ja. Maar ja, dan moeten ze maar ergens anders lekker terrasje pakken. En bij mij na die tijd die borrel komen drinken. Ja. Ja. Even een beetje in welke prijsklasse pas je ongeveer met je... Op zich, qua prijs, weet je, het is bij mij betalen ze €2,80 voor een biertje. Ik denk, als ik die prijzen zie in Hengelo, dan zit je toch wel rond de €3 als het niet duur is. Ja, en van een mixdrankje zit je bij mij voor €6,50. Mm-hmm. Ja, en als je die prijzen weer in Hengelo bekijkt, dan betaal je rond een tientje voor een mixdrankje. Ja. Dus ik vind wel dat ik het wel aardig strak heb met de prijzen. Ja. Dus... Nee, maar dan blijft het interessant voor mensen uit Borne. En dan is het gewoon je dorpscafé of de plek waar je af en toe terechtkomt. Ja, precies. En dat wil je ook opbouwen met die mensen samen. Ja, precies, zeker. Ja, heel goed hoor. Ja. Nou, ik denk dat we wel heel veel weten van het café. Mm. Nog niet genoeg. Ga je nog meer reclame maken? Dan ben je nog iets van plan? Ja, we willen dan wel. Ja, ik moet sowieso nog een Facebookpagina wil ik nog wel aanmaken. Om toch meer de social media op te zoeken. Om daar toch meer mensen bekendheid te krijgen op die manier. Mm. Maar dat moet ik nog doen. Kan beter iets met Facebook doen. Ja, of met Facebook of met Instagram. Ja. In ieder geval de social media. Die kant moet ik nog eventjes opzoeken om dat nog om te krijgen. Bij zo'n knusse kroeg. Ja, dat je dan, mensen hun opmerkingen kwijt kunnen. Precies. Ja, of het leuk is, of dat ze het niet leuk vonden. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening. Ja. Dus en iedereen ervaart het natuurlijk op zijn eigen manier zo'n avond. Ja. Maar je geniet wel op dit zeker moment. Ja, zeker weten. Hartstikke goed. Ik heb er heel veel plezier aan. Ja. Ik wens je veel succes met het uitbouwen van het café. Ja, dank jullie wel. En het opbouwen van een prettige kring. Daar hoopte ik ook op, de verrijking van Bonnen. In ieder geval meerwaarde van Bonnen. Ja, zeker weten. Fijn. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan, dank u wel. Ja. Borne in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie, kijk dan op borneinbeeld.nl.